Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerblazen.nl de depressie die gisteren voor veel wolken zorgde en een aantal buien, die is inmiddels naar het oosten weggedrokken. Hij ligt boven Polen. Met name het oosten van Duitsland heeft nu te maken met de neerslag. In onze omgeving begon de dag met behoorlijk veel bewolking. Maar op dit satellietplaatje zien we dat het in de loop van de dag steeds zonniger is geworden. Inmiddels schijnt de zon op de meeste plaatsen. Rondom het IJsselmeer en in Groningen komen nog wel een paar wolkenvelden voor. En ook in het uiterste zuidwesten. In de loop van de middag zal ook daar de zon ...nog wel verder gaan doorbreken. En bij een matige wind uit noordelijke richtingen... ...is de temperatuur inmiddels alweer opgelopen naar zo'n 19 tot 24 graden. In de kustgebieden zien we de laagste temperaturen... ...maar ook daar wordt het uiteindelijk nog wel een graad of 20. Dan vanavond is het rustig met brede opklaringen. In de kustgebieden een graad of 17. Verder land inwaarts een tijdje lang nog warm met 20 tot 22 graden. Komende nacht uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden in het zuiden tot 11 graden in het noorden van het land. Op een aantal plaatsen kan opnieuw laaghakkende bewolking ontstaan. En morgenochtend duurt het dan heel even voordat die lage wolken weer verdwijnen. Maar dat gaat wel gebeuren. In de loop van de dag wordt dus het opnieuw behoorlijk zonnig, afgewisseld door wat stapelwolken. Het blijft overal droog en het wordt een graad of 23 in de kustgebieden... en een zomerse 25 tot 27 graden diep land inwaarts. Een matige wind uit het noordwesten tot noorden. Het weekend loopt vervolgen, verloopt vervolgens flink zonnig met zomerse temperaturen in het binnenland. De temperatuur boekt geleidelijk nog wat winst. Op zondag wordt het 24 tot 29 graden maar liefst... met zoals gezegd dus volop zonneschijn en een zwakke tot matige wind uit het noordoostelijke richting. Op maandag verschijnen er weer wat stapelwolken aan de hemel, maar het blijft nog wel droog en het is nog steeds flink warm. tussen de 26 en 29, misschien plaatselijk zelfs 30 graden. Ja, en dan gaat er daarna toch wel wat veranderen. In de 15 dagen zien we dat ook terug. De hoogste temperaturen op de zondag en de maandag. En daarna doet de temperatuur geleidelijk aan een klein stapje terug, komt hij zo rond de 24 graden uit overdag. Maar het allerbelangrijkste is nog wel dat er van. Tijd tot tijd weer eens een bui over het land gaan trekken. En dat kan elke dag gebeuren en dan valt er niet heel veel nog steeds, zo tussen de 2 en 5 mm, maar het is in ieder geval voldoende in combinatie met meer wolkenvelden in het weerbeeld dat het langzaamaan een beetje minder heftig wordt met de droogte. Het neerslagtekort zal langzaam gaan stabiliseren. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.